Nou, ik heb je dit kaartje al aan jullie laten zien. En ik vind hem zelf super leuk. Ik hou altijd wel van dit soort verrassinkjes. En het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Ik dacht dat is een hele ingewikkelde. Ik had hem een beetje aan de kant. Maar deze gaan we dus maken. En hij is echt helemaal niet zo ingewikkeld. Ik weet niet. Ik heb de maten heb ik vergeten op te schrijven. Volgens mij op mijn papiertjes. Maar ik heb een spiekbrief. Maar ik denk dat ik maar lekker ga beginnen. Hi Patricia. Oh leuk, doe je mee? Ja. Superleuk. Even zien. Dus ik had een in het evenement. Daar kun je het ook nog teruglezen als je het zou willen maken naar de hand. Geschreven dat we een stuk kartstok nodig hadden van... Even spieken, want ik ben deze keer een beetje... Oh ja, 21 centimeter keer 17 centimeter. 1 op 6 en in de brugkast. Oh, die doen dat lekker vanzelf. Super fijn, dat is wel luxe. Dus, en we gaan beginnen met dit stukje kartstok te rillen. En daar gaan we rillen op 1 centimeter op drie kanten. Moet ik even goed zeggen? Ja, op één lange kant. Dus dan gaat de lange kant tegen het lineaal. Ik zit niet lekker in beeld volgens mij. Ik heb een evenement aangemaakt, Janneke. Daar, als het goed is, kijk je ook via het evenement nu naar deze live. En daar zit een beschrijving in. En in die beschrijving heb ik alle maten geschreven. Maar je kunt ook eventueel nu meeschrijven, maar als dat nu niet lukt... Dan kan je dat daar weer terugvinden. De lange kant, dus de 21 centimeter kant tegen je lineaal en dan op 1 centimeter een rillijn. En op de korte kant aan beide zijden. Dus aan de ene kant een centimeter rillijn. En aan de andere kant ook. Dan heb je dit. Dan hebben we aan de rechterkant een rillijn. En onder en boven van een centimeter. Goedemorgen Yvonne. En dan moeten we nog één rillijn maken. En dat is weer met de lange kant tegen lineaal. Die centimeter rillijn zit aan de rechterkant. En dan moeten we op 11 centimeter rillen. Ja, op 11. En dan hebben we dus een vak van 10 bij 15. Met daarboven en onder een centimeter. Nog een vak van 10 bij 15. Met boven en onder een centimeter. En hier een centimeter rillijn. En deze 2 centimeter randjes moeten eraf. En daarvoor ga ik gewoon met het snijmachine snijden tot aan 10 centimeter. Op jouw snijvoetje zit een streepje hier in het midden, een inkepingje. En die moet je gelijk leggen met de rillijn. Dus dan heb je precies gesneden tot aan die rillijn. En dat doe ik ook aan de andere kant. Want dit streepje gaan we straks meer gebruiken. Zo ziet het er zo uit. En dan gaan we dat wegknippen. Ik knip dat randje weg, schuin in. Die mag in de prullenbak. En aan de bovenkant ook. Dus een schuin randje langs de rillijn. Dan ziet het er zo uit. En ik ga hier de hoekjes afknippen. Dus die vierkantjes mogen weg. En die knip ik ook zo schuin weg. Dus het vierkantje met 2 driehoekjes gaat eraf. Dan ziet het er zo uit. En dan ga ik eerst hier aan de, moet ik het even goed doen. Ik ga hem omdraaien op de kop. Links zit dat stuk nog steeds van waar ik die randjes afgeknipt heb. En dan ga ik eerst de bovenkant omvouwen. En dan heb ik even een potlood nodig en die ben ik vergeten klaar te leggen. Dus die ga ik heel even snel halen. Een potlood en een liniaal. En dan ga ik hier
op die rillijn, dus op dat flapje, ga ik op 3,5 centimeter een puntje zetten. En op 6,5 centimeter, dus er zit 3 centimeter tussenin. En aan beide kanten is dan 3,5 centimeter. Hoi Angelique! Had je net een lange druk vanmorgen? En dan ga ik daar schuin naartoe knippen. Dus ik ga hier schuin naar mijn afgetekende puntje knippen. En aan die kant ook. En dan knip ik hier over de rillijn dat middenstukje van 3 centimeter. Oeh! Oh jee! Mijn camera valt tegen mijn hoofd. Oh my god. Nou, ik heb een beeld, jongens. Nee, valt mee, maar ik had die niet zien aankomen. Ik zet altijd mijn standaard op een paar boekjes. En dan... Ik ga even nog een zware fles erop zetten, want anders heb ik hem straks weer tegen mijn hoofd. Een blooper, ja, een echte. Die hadden we nog niet meegemaakt, hè? Doet het niet pijn? Nee hoor, het viel wel mee. Maar het was meer schrikken dan wat anders. Goed, ik ga gewoon stoïcijns verder waar ik gebleven was. Ik knip hier dat stukje van 3 centimeter weg. Dus dan ziet het er nu zo uit. Goed. Deze hebben we nu zo. En dan gaan we even aan de kant leggen. Want wij gaan nu eerst dit maken. Dit, hoe noemen we dit? Het dingetje waar je aan kan trekken. En die gaan we maken van het stukje cardstock wat ik had beschreven van 16,5 hoog bij 9,7. En daarin gaan we een T maken eigenlijk op de kop. Dus een T maken. En dat ga ik ook op mijn snij... Waar heb ik die gelaten? Mijn snijbord doen. En daarvoor gaan we eerst het korte stukje. Dus het stukje van 9,7 centimeter tegen je liniaal aanleggen. En dan leggen we die op, moet ik even spieken, op 3,2 centimeter. Dus 1, 2. En dan gaat mijn mesje, leg ik hier bij de 3 centimeter. Dat ik pas vanaf 3 centimeter ga snijden. Dus hier dat inkepingje in mijn snijvoetje, leg ik hier bij de 3 centimeter. En dan pas druk ik hem erin en snij ik hem door. En dan gaan we dat aan de andere kant. Moet die ook op 3,2 centimeter komen. 6,5. Volgens mij. Hij kan het gelukkig hier aan deze kant. 1, 2. Ja. Ja, op 6,5. Dus komt hij hier bij 6,5 te liggen. Geen nieuwe snijmallen. En dan leg ik hem weer mijn voetje bij de 3 centimeter. Dan druk ik hem er pas in. En dan snij ik omhoog. En dan kan ik hem hier draaien. Leg ik hem hier op 3 centimeter. En dan draai ik hem dus met de lange kant tegen de liniaal op 3 centimeter. En dan snij ik gewoon totdat mijn inkeping gelijk ligt met mijn snijlijn die ik net heb gemaakt. En kijk, dan heb je zo dat stukje eruit. En dat doen we ook aan de andere kant. Gelijk leggen met de snijlijn. En dan insnijden. En dan hebben we een hele mooie T op zijn kop. En zien. Dus dan hebben we die. En daar pakken we dat eerste stuk er weer bij, wat we eerder hebben gemaakt. En dan ga ik je even laten zien waar die dan zo meteen komt. Die komt namelijk hier zo in. Daarom is die ook iets minder dan 10 centimeter. Dat die vrij kan bewegen. En hier de... ik heb hem toch nog iets te breed gelaten. Even kijken. Ik moet er nog een heel klein stukje afhalen. Want hij past niet goed hier tussen.
Misschien maak ik het eigenlijk wat makkelijker en ga ik... Ik doe het even zo. Want hij moet dus eigenlijk hier zo makkelijk tussendoor kunnen glijden. Door dat stukje wat we net weggeknipt hebben. En dat lukt niet helemaal, dus dan knip ik dit nog een klein beetje verder bij. Dat hij iets breder wordt, het iets breder. Maar dan kan hij er wel mooi doorheen. Zo. Oh ja, die bruine herfst is inderdaad mooi. Die heb ik ook al liggen. Het is nog lang geen herfst, maar ik dacht, je kan hem maar vast op voorraad hebben. Hè? Kijk, en deze gaat dan zo meteen eroverheen. En dan kan je hier aantrekken. Maar nu moeten we natuurlijk eerst nog, waar is mijn voorbeeld, deze inkeping maken. Want anders kan je daar je poppetje niet doorheen. Nou is die nog dicht. Dus we gaan nog even niet vastplakken. Moet ik hem weer openmaken. Draai ik hem even om. En dan had ik een leuk designpapiertje uitgekozen om erop te matten. Die heb ik geknipt op... Of gesneden op... Volgens mij heb ik het wel geschreven. Maar 9,5 keer 14,5. Ja. En die plak ik als eerste op. Hij is nog niet af. Maar ik ben ook nog met... Hebben jullie het gelezen dat we in juli... Christmas in July willen gaan doen? Dat we allerlei dingetjes hebben bedacht en in lives willen laten zien. Zoals een December Daily album. Wat je overigens ook als gewoon mini album kan gebruiken. Als je natuurlijk met een ander thema beplakt. En leuke kerstkaart ideeën. En we hebben van allerlei leuke ideeën. En dat willen we dan graag samen voegen met de No Spend maand. De challenge om een maand... niks uit te geven aan knutselspullen. En ik dacht, dat is wel, wel handig. Want in juli hebben ze toch geen kerstspullen. Hier in Nederland althans. Dus dan is de verleiding ook niet zo groot voor ons. En dan gaan we gewoon lekker allemaal voorbereiden voor de kerst. Dan hebben we aan het eind van de maand, of van het jaar bedoel ik, geen stress. Want wij hebben al heel veel dingen klaar. Wat vinden jullie daarvan, van dat idee? Dus. Even kijken. Maar we zijn nu, ik heb die mat erop geplakt. En dan gaan we nu lekker verder met de gleuf, zou ik het maar even noemen, maken. En die, daarvoor ga ik deze weer op mijn snijplank leggen. Of mijn snijbord, bedoel ik. En dan gaan we op 4,3 ga ik hem leggen. De grote kaart leg ik op 4,3. 2, 3. En dan snij ik vanaf... Had ik 1 centimeter of 1,5? Ik moet even nameten voor de zekerheid. 1,5. Dus 4,3. En dan leg ik weer mijn snijvoetje op 1,5 centimeter. En dan snij ik tot aan 13,5 centimeter. Dus door allebei de lagen. Door mijn designpapier en door het kaartje heen. Wel open, hè? Want anders snij je ook door de achterkant. En dan schuif ik hem door voor 1,4 centimeter. Dus dat is dan samen 5,7. Dat is daar. En dan doe ik weer hetzelfde. Vanaf 13,5. Weer terug naar 1,5. Dus dan heb je zo'n... dit. En die gaan we gewoon wegknippen. Dus dat doe ik gewoon wel met mijn schaartje. Dat kleine stukje. Dat lukt me nog wel recht. Snij ik dat er gewoon tussenuit. En dan ziet het er zo uit. Oh, nog wou ik hem bijna dicht gaan plakken. Ja, dat is fijn hè, Thea. Want anders moet je inderdaad met een mesje of met potlood. En op zich gaat het zo hartstikke gemakkelijk. Nou leg ik dat, die thee er weer in. Vouw ik die lijmranden
om en dan ga ik ze dichtplakken. Dan ga ik mijn kaartje dichtplakken. Kan ook met tape natuurlijk, hè, maar zoals jullie weten ben ik een lijmer. Leuk, Thea, dat je ook meedoet. Doe je ook met de No Spend? Of alleen dan met de Christmas in July en dan ja, toch spullen kopen? Werk ik zo netjes? Ik weet niet, ik doe gewoon mijn dingetje. Of dat trekgedeelte geen designpapier? Dat kan. Ik heb nu gekozen voor een effen kartstok. Eén laagje is genoeg. Bij deze had ik inderdaad hem helemaal van designpapier gemaakt. Dus net wat je leuk vindt. En je kan het misschien ook wel matten, alleen dan wordt het wel wat dikker. En ik weet niet of dat het schuiven bemoeilijkt. Dus ik zou misschien wel kiezen of je dan voor een effen kartstok gaat. Of dan voor alleen maar een stevige designpapier. Want ik ben een beetje bang dat het anders het schuiven wat bemoeilijkt. Wat we nu gaan doen, ik had al... waar heb ik mijn bakje? Oh, hier. Ik had mijn konijntje nog een keer gestempeld. Dat is trouwens dus misschien leuk, maar het wel al een hele oude. Dat was ook van Craft Sensations. Toen was ik, dat is echt al van jaren geleden. Toen deed ik eigenlijk nog niet aan scrappen, maar toen zag ik deze stempeltjes en die vond ik zo schattig dat ik ze toen eigenlijk al wilde hebben. En daar heb ik nu best wel plezier van, want dit babytje gebruik ik ook nog wel eens regelmatig op een babykaart. Dus die heb ik gebruikt en die had ik op het aquamarkers papier uit dat boekje waar aan de ene kant aquamarkers en de andere kant alcoholmarkers kon kleuren. Heb ik wat opgestempeld met watervaste inkt. En dan met de waterverf waar ik, heb ik hem ingekleurd. Dat had ik bij die ander ook gedaan. En ik had deze voorbereid. Ik wilde hem achter een taartje dat het een verjaardagskaart werd. Dat komt van deze stans af. Deze set. Die liggen soms nog wel in de winkels. In sommige winkels zijn wel al van... die waren toen in de aanbieding. Ik weet niet meer hoe lang geleden, een paar maanden wel hoor. Maar dus ik zie ze nog wel af en toe liggen. Dus die. En, maar mijn taartje was een beetje te smal natuurlijk. Dan zou dat poppetje erachter al zichtbaar zijn. En dat vond ik een beetje jammer. Dus daarom heb ik hem op een cirkel opgebouwd. En dan kan het konijntje zeg maar helemaal erachter verstopt worden. Nou, dat konijntje dat moet hier, als die helemaal naar beneden is... opgeplakt worden. En daarvoor heb ik de Action dubbelzijdige, hoe noemt dat ook weer, foam tape. Een stukje. En die knip ik dan in de lengte nog door de midden. Want anders is hij te breed. En dan plak ik hem hier op. Oh, ik moet even spieken of die niet te lang is. Ja, nee, hij is goed. Plak ik hem hier op mijn T, zeg maar. Redelijk onderaan. En dan kan daar mijn poppetje op. Ja, bij Angelique liggen ze ook nog. Volgens mij liggen ze hier, ik weet niet, want ik kom wisselend in Arnhem of Nijmegen of hier bij onszelf. Bij de Action, en ik zie ze wel eens liggen, maar ik weet niet meer zo goed waar, bij welke dat dan was. Maar... En plak ik hem op. Dus net het voetje over dat randje, dat je dat niet meer ziet. En dan kan ze mooi zo heen en weer bewegen. En dan, deze gaat hier overheen. En dan is het handigst als ze omhoog zijn, dat dan het voetje nog net hieronder blijft. Dus als je iets gaat maken, is het handig als een heel klein randje hieronder blijft. Want als die namelijk, als je dit te laag zou plakken, dan kan het zijn dat die weer lastig naar beneden gaat. Omdat die dan de voetjes eroverheen schuift. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Dus als je een ander vormpje doet, dan moet je zorgen dat die... net hoog genoeg is dat als het beestje helemaal bovenaan zit, dat hij nog net erachter verdwijnt. En dan schuift hij er makkelijk zo weer onder.
Nee, dat stukje tape, Angelique, dat was nog over van gisteren. Want ik had 3 stukjes nodig. En als je natuurlijk door de midden, dan heb je een even aantal. Dus die was toevallig gewoon nog over. ja, dat was belangrijk. En we moeten natuurlijk ook, als die helemaal naar beneden is, kijken dat die hier dan niet onderuit piept. Dus dan moet je die hoogte een beetje aanhouden. En we plakken dit op. Want met ook weer dubbelzijdig tape, dat die iets hoogte heeft, waardoor de ruimte genoeg is voor het beestje. En die knip ik dan ook weer door de midden. Dat die wat smaller is. En dan komt die hier aan de zijkanten erop. Want mijn konijnenoortjes zijn wat breed. Dus daar moet ik ook rekening mee houden. Dat die dus daar komt. En niet die konijnenoortjes wegdrukt. Dus dat is eigenlijk, als je een ander poppetje en een ander dingetje waar die dan uitspringt of vandaan komt, even opletten op een paar dingetjes. Dat het gewoon vrij kan bewegen. Zo, deze hoogte moet ik ongeveer aanhouden. Ik leg hem eerst even voorzichtig erop. Dan kan ik nog even testen. Ja, maar hij is er mooi onder. Dus nu kan ik hem stevig aandrukken. En hij kan mooi bewegen. Simpel eigenlijk, hè? Nou heb ik nog één dingetje niet gedaan. En dat hoeft niet per se. Je kan dit natuurlijk zo laten. Kan je mooi de hoekjes afronden. Je kan hier eventueel nog pool of zo, dat ze weten van ik moet eraan trekken. Maar ik vind dit wel feestelijk. Dus ik ga er nog een gaatje in maken en een gezellig lintje doorheen halen. En dan heb ik de luxe dat ik dit mooie apparaat heb. Maar je kan het ook met zo'n riementang, dat deed ik voordat ik deze had, een mooi gaatje knippen in het lipje. Een beetje in het midden proberen. Zo, en dan had ik in mijn kleurenswap van Chai heel mooi lint gekregen. Die ga ik gebruiken hiervoor. Nee, even zien, want die heb ik nog niet eerder gebruikt. Oh, zit je dan? Als je dat dan niet door hebt, is het inderdaad wel een beetje gekke. Een stukje lint, nou hoeft niet zo heel lang te zijn. Doe ik een beetje op de gok. Vind ik leuk en ook wel handig om met een kartelschaar, want dan rafelt het niet zo snel, af te knippen. Zal ik even kijken hoeveel centimeter mijn lintje is. 8 centimeter. En dan door het gaatje rijgen. Zo, en dan heb ik hier een stukje, zo'n klein bolletje katoen. Die kan je ook bij de Action kopen. En die kan je dan hier zo leuk omheen strikken. Vind ik er altijd wel leuk uitzien. Ik was trouwens van de week zelf ook nog even naar de Action geweest, want ik wilde heel graag die taperolletjes en die kon ik steeds maar niet vinden van die lettertang, weten jullie wel. En nou was ik daarvoor geslaagd, maar nou zag ik ook, er zijn allemaal schoolspullen weer. En vorig jaar had ik al om mijn restpapier op te bergen van deze mappen gekocht. Dan doe ik altijd mijn restjes op kleur. Dus dan kan ik heel makkelijk van ook wel stukjes stansen met rood of ik wil met groen. Dan heb ik alle roodtinten, alle groentinten en zo. Ook grijs, zwart en alle kleuren. En die doe ik er dan in. En deze mapjes, die liggen er dus eigenlijk alleen maar met rond de schoolspullentijd. Dus ik heb er daar ook weer, die liggen er weer. Dus wie dat ook fijn vindt, zien er zo uit. Bij de schoolspullen.
En je hebt blauw transparant en deze. En er zitten er dan twee in. Ik meen dat het 50 cent is, maar ik weet het niet zeker meer. En dan kan je daar, ik wilde daar ook bijvoorbeeld als ik bloemetjes heb gemaakt en of rosetjes, ook een beetje op kleur. Dan kan je gewoon als je aan het knutselen bent gewoon zo'n mapje pakken van ik wil graag met roze werken. Pak ik mijn roze mapje en dan kijk ik, oh wat heb ik. Dan kan je dat ook lekker heel makkelijk je projectje versieren, want dan ligt dat mooi al klaar. Oh, 39 cent. Dankjewel Thea, ik wist het niet meer. Dus misschien een tipje. En ik doe dat dan in zo'n kartonnen tijdschriften ding. Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar zo heb ik er dan eentje voor effen papier. Eentje voor design papier. En dan strakjes voor mijn... hoe noem je dat? Ephemera. Stukjes die ik al gemaakt heb. Bloemetjes en dat soort dingen. Nou, maar mijn kaartje is in principe af. Ik wil nog even gaan kijken, want dat heb ik bij beide nog niet gedaan. Maar dan wil ik eigenlijk nog iets van hartelijk gefeliciteerd, een tekstje of iets dergelijks zoeken. En moet ik even kijken of dat dan hier past of dat ik dat hieronder moet doen. Maar die had ik nog niet gevonden. Maar dan is mijn kaart helemaal af.